Halveer de ajuin met een chefmes op een snijplank. Snijd de ajuin horizontaal in. Laat het worteleinde zitten. Snijd de ajuin recht naar beneden in, zo dicht mogelijk bij elkaar. Je laat een stukje van de achterzijde zitten, zodat de ajuin niet uit elkaar valt. Snijd daarna de ajuin zo fijn mogelijk. Dat noemen we snipperen. Wanneer de ajuin gesnipperd is, doe je hem in een bakje met een sticker met daarop het woord ajuin plus de datum. Zet het bakje in de koelkast.